Energiebesparing en verduurzaming staan tegenwoordig bij veel bedrijven op de agenda vanuit kostenbesparend perspectief, dan wel verplicht door de overheid. Hiervoor heeft men vaak een langetermijnplanning. Maar wat veel bedrijven niet weten is dat er allerlei mogelijkheden zijn om juist op korte termijn energie te besparen zonder dat het geld kost. Veel bedrijven besteden liever hun geld aan investeringen, aan maatregelen die bijvoorbeeld de omzet van hun bedrijf verhogen, zodat ze meer sales krijgen. En investeren in kosten. Reductie is vaak niet zo sexy, maar merkt men ook niet direct. Dan komt er ook nog eens een keer bij, als je bespaart op energie, dan denkt men altijd dat misschien de temperatuur lager wordt in je pand of comfort geraakt wordt. En dat het ook een heel gedoe is, dat ze hun bedrijfsvoering er last van heeft. Maar dat is helemaal niet waar. Als je dat gewoon uitbesteedt aan een club die dat kan uitvoeren zonder dat je daar last van hebt, heb je eigenlijk alleen maar de voordelen, namelijk energiebesparing. Wat je ziet in de energiebesparingsbranche, of de energiebranche, is dat steeds meer bedrijven heel graag tot op detailniveau willen weten waar hun energiekosten naartoe gaan. Dus de belangrijkste technische ontwikkeling nu in de branche is dat in bijvoorbeeld een keuken alle individuele apparatuur gemeten gaat worden. Of dat je per kamer in een hotel weet wat de energiekosten zijn. Dus op detailniveau meten, analyseren. En dan maatregelen nemen om die kosten terug te dringen. Dat zien we als de belangrijkste ontwikkeling nu in de branche. Wat je nu ziet is dat er een ontwikkeling is dat iedereen praat over alternatieve energieopwekking. Daar wordt heel veel in geïnvesteerd. Terwijl we in heel Europa, in elk gebouw, zeker tot 30% de energieverbruiker kunnen reduceren. Waardoor je eigenlijk weer veel minder alternatieve energieinstallaties hoeft te plaatsen. Dus eerst focus op energieverbruik. En dan kijken naar de opwekkingskant. Springs is de specialist in energiebesparing in bestaande gebouwen en het energiezuinig maken van technische installaties. Dit doen ze door de bestaande installaties te optimaliseren en innovatieve energiebesparende systemen toe te passen. Zoals hier bij het Mövenpick Hotel Amsterdam City Center. Het doel was om kostenneutraal energiebesparende maatregelen te nemen. Binnen 3 jaar ook terug te verdienen. Met die doelstelling zijn we aan de slag gegaan. Nou ja, we hebben ons gefocust op de bestaande installaties. En WKO, ketels, luchtbehandeling. Die zijn we gaan optimaliseren om zo nog meer energie te besparen. En aansluitend hebben wij geïnvesteerd in een keukenafzuigsysteem die geactiveerd is op kookactiviteit. Het keukenventilatiesysteem werkt als volgt. In de afzuigkappen zijn lasers geplaatst. Op het moment dat de keukenactiviteit is door rook of temperatuurontwikkeling, zal de laser geactiveerd worden, waardoor uiteindelijk de afzuigventilator naar hoog of laag toeren gaat. Ook in bedrijfshallen kunnen aanzienlijke besparingen worden behaald. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van het Vickers Energiemanagement Systeem. Dit is een zelflerend sturingssysteem dat besparingen realiseert op het gasverbruik van verwarmingsinstallaties in bedrijfshallen. Als technische groothandel zijn wij ook altijd bezig met duurzame beleidsvoering. Zowel met mensen, middelen als onze vestigingen. Deze vestiging, een overslagpunt in Amsterdam, is voorzien van 5 gasgestookte heaters, waarvan 4 in de groothal en 1 in de expeditiehal. En hier wilden wij gas op besparen. Na de maatwerkopname bleek dat we minimaal 25% gas konden besparen op een energiemanagementsysteem. Dit door de heaters aan elkaar te koppelen en intelligent aan te sturen. Na installatie van het systeem heeft het ons 39% aardgas bespaard. 1 jaar na installatie. Tevens heeft het een reducering gebracht van 22.000 kilogram in de CO2-footprint, zonder inlevering van enig comfort. Als tip wil ik geven, zoek de juiste specialisten om de energiebesparende maatregelen te realiseren, zoals wij ook gedaan hebben.